Ja, dat kan dus niet. Ik vind deze lijst sowieso echt heel leuk. Voor mensen die denim aan denim dragen, altijd wel cool. Niet mooi. Nee. Te groot. Nee, ik wist het goed ook. Oh, mijn moeder is terug. Ik hoop dat de kleur gewoon niet goed overeen kwam met de echte kleur, maar het is wel zo. Ik heb een jas. Kan je zo neppe puisten uitknijpen? Zo zeg maar gedaan, want dat maakt niet uit. Kijk dan. Dus ik ga nu even een shoplog doen. Dit is dus elke keer als ik de vraag krijg welke klos heb je, is het deze. Middag. Oh, je ziet het al, maar ik stond weer zo moe op. Ik dacht vorige keer dat het door het hotel kwam, maar volgens mij komt het gewoon door weekend. En elke zaterdag komt er een video van mij online. En ik ga dan dus veel te vroeg opstaan. Ik word stipt om 9 uur wakker. Ik word er helemaal gek van. Ik denk, hoe weet mijn biologische klok dat het 9 uur is? En dan wil ik dus kijken of mijn video online staat en wat de reacties zijn. Maar ik krijg niet eens zo snel al reacties. Dus het staat helemaal nergens op. En dan ga ik video's lopen kijken en dan is het 12 uur. Want ik hoef niks te doen. En Ruud en ik hebben echt super lekker gewoon in bed gechilld en geknuffeld. Dat vind ik wel heel erg lekker in het weekend. Heel rustig opgestaan. En ik mocht dus bij Decenio toch posters en lijsten bestellen. En die zijn er dus. En super stom, het is naar een afhaalpunt. Hallo Lens. Afhaalpunt gebracht. En die doos is best wel zwaar. Terwijl ik was gewoon thuis, dus het is heel irritant. Maar Ruud is dat nu aan het halen en hij is ontbijt aan het halen. Dus ik ben heel blij. En het weekend doe ik dus geen sap in principe. Maar ik eet wel gewoon weinig en gezond. Ik ben niet heel weinig, gezond. Ik heb nu nog niks gegeten. Ik dacht ik kan wel ontbijten met een sapje, maar vond ik een beetje zonde. Ik bewaar mijn sap liever echt voor sapdagen. Dus Rup komt zo, is er een beetje viezig uit. Ik heb een beetje opgemaakt omdat ik echt niet vond kunnen. En dan ga ik, hij gaat dan lekker daar naar school en ik ga hier dan op de grond alle posters in de lijst doen en zo. En ik heb er echt mega veel zin in. Kijk, dit is hem. Ga jij hem openmaken? Nee, ja, maar ik film wel. Ja, maar ik zie er niet uit. Oh, dit vind ik mijn kittens heel leuk. Ik vind het wel even. Ja, dat is niet leuk, hè? Kom maar. Bobby. Oh, zitten hier alle posters in? Mm-hmm. Tuurlijk. Het kan makkelijk, dat rol je op. Ja, anders moet je vouwen, dan krijg je vouwen te zien. Oké, we moeten eigenlijk een kleed op de grond leggen. Luc gaat wel een grote woonkamer. Ja, hij gaat meteen weer dit doen. Ja, dat kan anders niet. Oh, het is Bobby, wel mooi. Kijk eens. Die buffel. Nee, Schotse Hooglander is dat. Dit is al de hele muur. Nou, we gaan er zo lang over doen voordat we weten hoe we het willen. Kijk, dus we hebben dus twee. Ik zou even de maten zeggen, want ik zag bij andere YouTubers dat ze dat niet doen. Dus dat is wel handig als je het ook wil. 2 van 50 keer 70 centimeter. Ik ga er wel heel even naast staan, dan kunnen mensen even. Want ik wilde echt graag weten hoe groot het is. Dat is dus zo groot. 1 maar 30 bij 40 maar. 1. 21 bij 30. En deze kostte dus echt maar 4 euro per stuk, die lijstje, die foto's die erbij horen. Dit is 13 keer 18. Ik vind wel dat we een beetje, als ik nu kijk, was er nu nog een tussenmaat? Er zit echt alles. Mm-hmm. Kijk, dit zijn de, oh, die buffel. Dat is wel mooi hoor. Dat is echt wel heel goed. Goede resolutie. Ja. Maakt ons huis echt mooier hoor. Ruben twijfelde eerst een beetje van, geen zin en zo, maar het is echt mooi. Ja, misschien wel links, dacht ik hoor, eigenlijk. Mooi, hè? Ja. Oh, ik ben helemaal verliefd. Ik vind dit dus prachtig. Zo vet. En dit zijn de kleintjes. En we hebben dus 1 lijst over, maar voor de rest klopt het gelukkig wel. Dus ik heb waarschijnlijk gewoon zelf een lijst te veel besteld. Het is wel heel leuk. We worden er allebei wel heel blij van, merk ik. En nu gaan we even eten en dan gaan we die andere maatjes doen. Kijk. Verse aardbeien met blauwe bessen. Kiwi. En ik ga lekker even de laatste dingen erin doen. En ik ga lekker een serie kijken die Ruben al aan begonnen is. Dus ga ik die nu kijken zodat we gelijk lopen. En hij gaat naar school. Gaan slapen. Ik ga nu, ik heb net een hele leuke Instagram foto geplaatst. En andere dingen gedaan. Oh. Ik heb nog steeds de serie niet gekeken. Het is al bijna 5:30. Zit je kindje? Lijkt wel Jezus. De serie is zo goed. Casa del Papai of zo. Kijk, Ruben heeft omelet gemaakt. Lekker. Vet, joh. Ik heb vandaag niks gefilmd. Het is al 6:30. Ik kom net uit mijn haar. Ik wil even laten zien dat ik dus vandaag denim aan denim aan had. Ik was benieuwd wat jullie ervan vonden. Ik voelde me wel cool of zo. Voor mensen die denim aan denim dragen, altijd wel cool. Beetje zelfs oud als laatst eigenlijk, maar dan met dit spijkerjasje. Wel vet, hè? Thanks. Doei. Hallo. Ik moet even deze lijst ophangen, maar ik weet niet of het echt mooi is hier. Sowieso moet er hier dan niks hangen, kijk.
Dus of die. En daar moeten dus ook mijn kleintjes. Maar het is niet mooi met die lamp. Maar ik heb wel één mooie opgehangen. Het huis is echt een troep. We hadden sowieso dit in de wc gehangen. Voor nu is het op zich wel leuk. En ik heb een eitje aan het kopen. En kijk, volgens mij is dit wel leuk. Maar ik vind het wel leuk zo, ook gewoon met die ene haak ernaast. Eerst ging het hier vol met haakjes. Ik vind deze lijst sowieso echt heel leuk. Dus jullie mogen niet praten, want jullie mogen niet op internet. Even deze mooie tractatie filmen hoor, jongens. Kijk hoe leuk ze dat gedaan hebben. En dit is met Oreo koekjes. Kijk hoe leuk voor iemand die weggaat. Een kalender gemaakt. Hieronder zitten dus foto's. Ja, ik kan dus niks laten zien, maar er staan verjaardagen op. En hieronder zitten allemaal foto's. En zo gaat het dan dus door voor een jaar lang. Met allemaal fotootjes erop. En dan ga ik dan vastbinden met touw. Superleuk. Hallo jongens, ik ben thuis. En ik ben heel blij om mijn nieuwe bril is er. Want ik hou dus van firmabrillen. Maar ik ben die ene oma-achtige ben ik kwijt. Die doorzichtige eentje ben ik op gaan staan. Toen mocht ik een ander uitzoeken. Die ben ik ook kwijt. Dus ik heb alleen nog maar mijn eigen bril van 3 jaar geleden. Die heel donker is. En die niet mooi is als je geen make-up op hebt. Echt zo hard. Ja, Ruben die wordt gek als ik die bril op heb. Dus ik heb nu mijn nieuwe. Ruben heeft hem natuurlijk alweer bekeken. Oeh, hij is mooi. Ik heb dit keer dus bijbetaald. Oh ja. Ik heb niet om dunner te laten maken de glazen, want dat boeit me niet. Ik heb €5 bijbetaald, $5. Zodat ik niet die weerspiegeling heb. Normaal matterend, want dat vind ik voor €5 wel waard. Maar is het geen promotie? Wel, deze bril kost maar iets van €30, hè. Dat is zo goedkoop. Maar is het geen promotie? Voelt wel snapjes. Hier, gratis. Oké, maar hoezo moet je dan dat nog betalen? Ja, omdat je van hun gratis krijg je alleen met spiegelende glazen. Ah joh. Niet mooi. Ik niet. Te groot. Kijk, doe eens even goed op. Mijn hoofd is te dun, omdat ik aan de stapjes zit. Grapje. Doe eens even goed op je neus. Kijk, hè? En dan mij, kijk een beetje naar boven. Nee, je gezicht een beetje naar boven. Kan op zich nog wel, hè? Ik dacht dat die heel goed zou staan. Nou, maar dit is dus het montuur White. In de beschrijving staat welke ik heb. Het is heel goedkoop hoor, het is wel top. Ik ga lekker nu mijn lenzen uitdoen. Hè? Ik doe altijd het grootste montuur, dus white, omdat mijn hoofd groot is. Maar ik vind het wel aan de grote kant. Maar ik ben er heel blij mee. Het is zoveel beter dan die ander. Doei. Wanneer je gezond aan het doen bent en je krijgt dit uitgedeeld en je kan het niet weerstaan. Ik bedoel, dit is toch te lekker. Ik heb gisteren echt om 11:30 s'avonds nog dingen op B-kant besteld. En die zijn er nu. Ik wacht even zachtjes aan het ruwen, dus iets aan het luisteren. Die ga ik laten zien. En ik heb een pakketje van mooi. Ik heb geen idee wat het is. En ik heb heel leuk nieuws, maar ik denk dat ik het nog niet mag vertellen. Maar het leuke nieuws had ik ingesproken en daar zijn we naar aan het luisteren. Oh, van L'Occitane. Oh, cute. Ik hou ervan als ik dingen krijg in het teken van feestdagen. Oh. Ik ben aan het studeren, dus ik zit even in de slaapkamer. Want... Oh, mijn onderkin is terug. Oepsie. We waren dus tractaties deze week. En ik heb dus dit gekregen. 3 minis en een grote. En ik ga het aan mijn moeder geven, want die is fan van L'Occitane. En vind ik leuk om het paas aan haar te geven. Gisteravond zag ik dus dat er sale was, dus ik heb deze besteld. Maar op de foto vond ik hem al niet zo mooi. Maar hij is echt super erg 60% korting of zo. En ik vind dit heel vet, zo'n Adidas jasje. Ik dacht trouwens niet dat hij dun was, maar het is echt een dikke bomber. Er stond oud roze, dus ik hoopte dat de kleur gewoon niet goed overeen kwam met de echte kleur. Maar het is wel zo. Zo lijkt hij op de foto ook, maar ik vind het geen mooie kleur. Ik vind hem wel heel vet. En deze, ik ga ze nu passen. Ik vind het echt heel cool. Ze waren dus echt heel erg afgeprijsd. Ik ga hem niet houden. Ik vind hem niet mooi staan. Ik vind de kleur echt heel lelijk. Jammer. Hij was er ook dus in het zwart afgeprijsd, maar die was er niet meer. Maar was die helemaal op qua maat. Kijk hoe lelijk. Heel lelijk. Ziet er echt niet uit. Het was dus op V-kant. En nu hoop ik, ik heb nog niet in het spiegel gekeken, dat deze echt geweldig is. Oh, hij kan heel geweldig zijn, maar ook weer niet. Ik zie er gewoon heel slecht uit vandaag, zie ik al. Ja, deze moet ik houden, maar ik weet even niet meer wat die kost. Ik weet wel dat hij heel erg afgeprijsd was. En het is nep hoor. En hij kan dicht. Twee van deze jas. Leuk hè? Ik vind hem heel... deze moet ik. Ik vind deze echt geweldig. Hij kan ook voor binnen en voor buiten. Ik ga even kijken wat ik ook weer voor betaald heb. Hoi. Ruik naar rook hè? Vies. Lopen roken in de auto. Ja, hij is echt wel duur. Hij kost 7... Huh? Alweer een mail. Ik zie het helemaal af. Sorry, ik kreeg een hele vervelende mail. Ja, wacht even. Ik heb €70 voor deze jas betaald. Echt best wel duur. Maar gisteren stond er dus ook... Gisteren was er heel veel korting. Nu is er nog steeds korting. Hij is nu 100. En hij kost normaal 200. Dus ik heb €130 korting. Ik vind dat wel heel vet. Er is er nog eentje. Maar tegen de tijd dat de vlog online staat, is hij er sowieso niet meer. Kijk,
Het is deze. Mocht je er benieuwd naar zijn. Calista jas. Ik vind hem heel leuk. Hallo. Ik heb net al mijn make-up eraf gehaald. Sorry, maar ik heb nog wel eyeliner op. Dus daar denk je misschien van, heus, even make-up op, maar ze ziet er niet goed uit. Dat komt daardoor. Ik heb nog meer dingen mijn week aan besteld. En de buurvrouw is het dus voor me aangenomen. Ze zei, heb je twee handen vrij? Dat is echt erg. Kijk dan. Dus ik ga nu even een shoplog doen. Misschien trouwens wel opgevallen dat mijn haar weer veel lichter is. Want dat is een toner en die gaat er gewoon best wel snel uit bij mij. Maar, doordat ik het met zilver shampoo was, behoud ik wel echt een mooie koele toon. Ik vind het wel, ja, niet op mijn gezicht. Kijk, het is wel echt nog een mooie kleur. Ik heb nu ook even mijn gezichtsmake-up eraf gehad, want ik wil aan de zon zitten. Dus het is nu zo, ik heb alleen nog dit en dit. Ik heb een zonnebank nodig. Ik heb het volgens mij al eerder gevraagd, maar ik had niet echt reacties. Laat eens weten of jij het leuk vindt om shoplogs in vlogs te zien. Ik vind het zelf heel chill. Omdat ik anders helemaal er klaar voor moet gaan zitten, goed uit moet zien, mooie beelden. En dit is gewoon lekker makkelijk. En real. Oké. Ik ga nu zeg maar gewoon alles passen en dan ga ik later kijken wat het kost en of ik het leuk genoeg vind. Ja, nee. Je ziet wel dat hij eigenlijk te wijd is. Eigenlijk moet hij strakker zitten. Ik vind het een beetje gek stofje. Ga eens aan de kant, Noah. Nee, je ziet dat hij te groot is, hè? Dan heb ik dus dit. En dit is een rok, maar hij was volgens mij heel goedkoop. En ik dacht, ik vind hem ergens wel heel vet. Maar ik weet, ja. Meestal draag ik het dan niet. Maar hij is wel heel cool. En meer voor een optreden. Maar dat heb ik nog niet meer. Nee, wat is dit? Wat vind je van dit zo'n rok? Dacht ik al, maar ik vind het wel vet. Ja, ik zie eruit als een vette oma. Nee. Ook lelijk. Kijk hoe ik erbij sta. En deze, als hij echt natuurlijk, kijk hoe mooi. Ik vind hem echt een hele mooie kwaliteit. Zien jullie wat ik bedoel? Hij toont echt chic. Mooi washed en dan die kraag zo. Ja, maar dit is ook echt mij. Dit ga ik sowieso houden. Dit kan heel leuk zijn in de zomer. Ik wist al dat het goed was dat het een grote maat was, omdat hij anders heel kort zou zijn. Kijk, dit is echt maar high waist. Oh, heel leuk op een kort broekje. En hij valt echt wel zo chill. Ik wil botten. Ja, ik vind hem echt wel heel leuk. Ja. Qua model vind ik hem wel. Qua model vind ik hem zeg maar wel mooi. Omdat hij niet zo heel baggy is. Maar ja, ga ik dit dragen? Die outfit. Zo niet mij. Ik moet even dat blouseje wegdenken. Ik vind hem wel heel cool eigenlijk met een witte top of zo. Kijk deze look. Ik vind de broek wel vet. Ik moet er even over nadenken. Kijk, nu komen de jassen, maar ik heb nog even één keer deze erbij gepakt. Want ik heb hem nog niet aan hem gedaan. Hij is wel 70 euro. Op een manier vind ik hem bij geen één outfit die ik pak echt goed staan of zo. Wat vinden jullie? Ik hou echt van hem. Hier staat het gewoon niet mooi op. Het echt op een all black outfit, denk ik. Dit van deze jas. Leuk? Hij is maar 40 euro. Hij vindt hem leuk. Nou, ik weet het niet hoor. Hij is wel goedkoop. Hij is wel heftig. Kijk, dit vind ik echt heel vet. Nou, hij is wel heel vet. Sorry voor deze slechte beelden hoor. Kijk, het is echt wel een mooi jasje. Dan een hele chique jas. En het zijn van die onzichtbare knopen. Echt super mooi. Oh, hij trekt nu al heel erg haren aan. Mooi? Mooier dan die ander? Nee, dit is raar. Dit is bijna dezelfde deel als die blauwe, maar dan is het zwart en minder lang. Zo vind ik hem wel echt leuk, open. Deze? Die is het leukste, natuurlijk. Ja. Oké, nu de groene. Hier ben ik dus heel benieuwd naar. Dit is het leukste. Het is niet heel dik en toch een beetje furry. Cool. Heel benieuwd. Ik denk dat ik echt voor deze ga en voor deze. Voor die. En niet voor die. De zwart vond ik denk ik leuker, maar deze vond ik wel leuk. Nee, deze is leuker. Oké. Oké. Het is vandaag Goede Vrijdag, dus ik ben vrij. En op een of andere manier, als ik vrij ben, ben ik dus doodmoe. Omdat ik dus niet netjes op tijd naar bed ga en gewoon opsta en gewoon doorga met mijn leven. Maar iets later ga slapen, iets langer uitslapen en daardoor helemaal ontregeld ben. En dan net in de fase komt dat ik iets langer kan slapen, waardoor ik dus de vermoeidheid ga voelen ofzo. Dan ben ik zo... Ik heb geen video voor morgen nog. En ik dacht, ik moet echt vandaag dingen gaan doen, maar ik heb geen inspiratie, ik heb geen motivatie, ik ben moe en zo. Het is zo irritant. Maar ik wou nog even dit product laten zien. Want het event is alweer 2 weken geleden. Of bijna 2 weken. Het ontharingsproduct, want eerst
ik het even laten zien. Had ik het gebruikt, toen dacht ik, nou, dit ga ik niet met jullie delen. Want hier hebben jullie niks aan dit product. Want kijk. Gat. Gat. Wat ik dus deed, is dit ding. Hij is trouwens echt best wel chill, dus je kunt hem dus ook zo doen. Gewoon zo, hup, erop gezet. Poef, gat. Maar je moet dus deze kop erop zetten. En nu heb ik het dus wel gedaan. Maar ja, dat gat was er al. En ik heb al heel weinig wenkbrauw. Maar ik dacht dus, ik moet het niet doen. Want ik heb die lengte nodig om wat meer volume te krijgen. Maar het is toch wel beter. Ik heb het nu. Je ziet het wel nu hier. Ja, ik had eigenlijk even before moeten filmen. Maar hier en hier zie je nu wel dat er geen lange haren meer zitten. Maar hier vind ik het echt te eng. Kijk, je doet zeg maar zo. Dan gaat het bovenste laagje er gewoon af. Maar hier durf ik het niet. Want als ik hier fout ga, dan heb ik echt niks meer. Dat zal ik even laten zien. En je kunt dus ook echt, als je gewoon deze kant kiest, kijken hoe lang het duurt voordat je, hoe lang je haar moet zijn voordat het ding raakt, snap je? Dus het is echt super chill. Ik ben er wel blij mee en ik heb dit dus gedaan en dat heb ik wel gewoon zo zeg maar gedaan, want dat maakt niet uit. Dat moet gewoon weg. Dit dus heb ik dus gekregen op het event, maar het is niet gesponsord. Ik heb twee nieuwe pakketjes en wat ik dus zo zonde vind, is dat dit op dezelfde dag verzonden is vanuit hetzelfde bedrijf. En dat ze dan twee keer 7 euro verzendkosten moeten betalen. Ik zou dat echt niet kunnen. Maar in ieder geval, ik denk dat het ene nieuwe bronzingpillen zijn en één Bobbi Brown. Ik ga even kijken. Ik dacht dus dat het niet de Bobbi Brown box was. Want vorige keer kwam er toch eens een hele mooie doos. Maar ik denk dat dat gewoon alleen bij de eerste keer was. Hoi Charlotte, hierbij alweer de tweede Bobbi Brown box met nieuwe producten. Dit keer het thema waterproof. Hopelijk ben je er blij mee. En ik kijk er onwijs uit naar je content. Liefst Dianne. En ik hoop dus dat dit iets is wat ik heb aangevraagd. Want ik heb een nieuwe Clinique face wash aangevraagd. Want Clinique is wel echt gewoon mijn favoriete skincare. Ik moet trouwens wel zeggen, sinds ik met L'Occitane samengewerkt en die producten gebruik, is mijn huid dus echt wel veel beter. Daar wou ik sowieso nog wat over zeggen, want ik heb een nieuwe nachtcreme. Dat ga ik zo zeggen. Oeh, Instant Long Wear Makeup Remover. Long Wear Waterproof Liner. Ik moet zeggen dat ik wel al mijn favoriete liner heb. No Smudge Waterproof Mascara. En Waterproof Brow Shaper. Oeh, ik hoop dat de kleur goed is. Oh, dit is gewoon een gel, denk ik. Wel hele andere producten dan vorige keer. Ik ben benieuwd. We gaan ze vlog aan het editen. Yes! Ik had echt gemaild en ik wilde dit heel graag. Want mijn andere kliniek speel is op en ik hou te veel van kliniek. En de afwisseling vind ik ook fijn. Door onze dermatoloog goedgekeurde oplossing voor het weghalen van zwarte puntjes. Zonder knijpenpijn of littekentjes. Kijk, ik weet niet of jullie het hadden gezien. Het is nu bijna weg dat ik deze wond op mijn neus heb. Want ik dus helemaal verslaafd ben geraakt aan poriën uitknijpen. En er is nu trouwens ook een spelletje wat ik wilde bestellen, maar dat is 20 euro verzendkosten. De Pop and Peel of zo. Dat is een soort spel uit Amerika. BuzzFeed had het. Kan je zo neppe puisten uitknijpen. De nieuwe Blackhead Solution 7 Day Deep Pore Cleanse and Scrub. En de Self-Healing Blackhead. Hier ben ik echt heel benieuwd naar. Ik zal dit even, het duurt anders altijd te lang. Zo. Kijken. Dan kun je dit even lezen als je hem op pauze zet. Hier ga ik jullie natuurlijk laten weten wat ik ervan vind. Maar dan moet ik het eerst even testen. Dat is namelijk ook bij het andere product wat ik jullie straks ga vertellen. Van Dermalogica. Dermalogica. Hey, er zit nog wat in. De doppen of zo? Wat is dit? Huh? Dit is een soort nep. Wat is dit? Huh? Ik snap het niet. Dit is dit en het klein, maar dit is nep. Huh? Wat raar. In ieder geval had het van Dermalogica een nieuwe crème. En dat moest ik eerst even testen. Dus ik ga jullie vanavond vertellen als het goed is wat ik daarvan vind. Die is dus echt top. Nou, ik dacht altijd waterproof. Dus ik ben benieuwd. Ik ga even dit doen. Ik gebruik altijd siliconenborsteltjes. Bijna altijd. Ik moet zeggen dat ik meestal mascara de eerste keer nooit goed vind. Dus ik moet het wel even wat langer testen. Maar dit vind ik tot nu toe wel heel natuurlijker uitzien. Hij heeft een... Ik ruik naar de sauna. In ieder geval echt geen klonten. Doen jullie trouwens ook je ogen dicht als je mascara opent? Zo. Open dicht, open dicht. Wat doen jullie dit? Dat vind ik echt niet helpen. Nou, hij is in ieder geval wel mooi natuurlijk. En echt niet klonterig en echt heel prima. Maar nog niet dat ik denk heel bijzonder. Ik ga zo een tweede laagje doen. Twee laagjes boven en één onder. Wat ik heel erg merkte. Even zo, tijdens het opdoen. Ja, bedankt. Wat ik heel erg merkte, is dat hij elke wimper pakt. Ik zie hem vooral hieronder op. Hij pakt elk wimpertje met kleur. En hij geeft je dus echt wel een zwarte kleur, zonder dat het nul klonten. En normaal moet ik daarvoor echt wel heel veel bewegen om geen klonten te krijgen. Ik
Ik heb gewoon echt geen klonten. Zien jullie dat? En ik heb een hekel aan klonten. En ik kan aan de formule voelen dat het echt zo'n waterproof mascara is. Best wel een soort van dunnig. En daar hou ik dus heel erg van. Het is niet, denk ik, dat iemand nu gaat zeggen van... Wow, wat voor mascara heb jij op? Omdat het is niet mega bijzonder heel dik of heel lang. Maar het doet wel precies wat ik wil bij een mascara. Het is echt... Het is niet dat het niet opvalt. Ik zit nog dus even zelf in de spiegel te kijken hier. Ik vind hem heel fijn. Het is voor mij een hele fijne mascara. En hij werkt ook heel fijn doordat hij best wel klein is. Dus ik ben hier wel echt heel erg blij mee. En ik denk dat hij heel goed waterproof zal zijn. Maar dat zien we dan nog wel. Oké, ik ga nu de eyeliner testen. Huh? Oh, het is een eyeliner pencil. En dat gebruik ik niet. Oké, die test ik later nog wel. Want ik heb nu gewoon, wil ik gewoon mijn normale look. Omdat ik ook ga filmen vandaag. Ik heb daar laatst weer mee proberen te werken, maar het lukt me niet. Ik kan het echt niet. Deze gloss is dus het eerste dat ik ooit ontving van Bobbi Brown. Voordat ik ambassadeur werd. Dit is Pink Beige Lip Gloss. En wat ik dat al verteld trouwens, dat dit is dus elke keer als ik de vraag krijg welke gloss heb je, is het deze. Ik wil dus even laten zien hoe een fan ik ben van deze gloss. Ik vind deze zo mooi. Het is, je ziet het ook wel, maar je weet toch met een gloss is het toch vaak dat je het smeert en het is heel snel weer weg. Deze gloss, dat zag je misschien ook wel, die gaat best wel stroever op. Je kleurt echt je lippen in. Je kunt precies zeg maar aangeven waar je de gloss wil hebben. Het gaat niet overal zitten. Dus snap je wat ik bedoel? Net als lipstick. Je hoeft niet heel precies te werken omdat het een gloss is. Dus het maakt niet uit als je uitschiet. Maar je werkt dus heel precies langs de rand. En precies daar komt het. Dus je kunt je lippen precies inkleuren. En dit blijft zo lang zitten. Met eten gaat gloss er altijd wel af volgens mij. Maar als ik niet eet... Of gekke bewegingen, ook al maak ik gekke bewegingen, dit blijft gewoon de hele dag zitten, hè? Eén laag. Want hij dus... Hij is heel dik, sticky, hij ligt echt op mijn lippen, maar... Het is niet storend plakkerig en ik kan daar heel slecht tegen plak. En hij is een beetje minty, dus dit is even gratis promotie voor deze lip gloss, maar... Ik heb wel gekregen dus, maar... Deze moet je proberen in ieder geval in de winkel. Pink Beige Lip Gloss. Hij is fantastisch. Echt prachtig. Oké, ik ga me aankleden en dan ga ik... Ik vind het zo irritant, dit. Naar de Action. Jasje even dicht en niks eronderaan, zodat ik niet me ga ergeren aan de combi met wat ik het dan combineer. Ik denk dat ik hem terug ga sturen. Want ik vind hem dus op een of andere manier geweldig. Als ik dit zie, denk ik van ja, het staat helemaal niet leuk, joh. Het staat gewoon niet leuk. Oh. En dan €70 betalen. Kijk, hij is zo zacht en ik vind hem er zo chic en mooi uitzien, maar... Ik denk dat het alleen leuk is om echt zwarte broek, zwarte top. En dan vind ik €70 te veel geld. Nu ook even dicht dan. Ik denk dat ik deze dan hou. Ik moet wel zeggen, ik vind deze veel minder luxe voelen. Je voelt gewoon dat deze goedkoper is aan alles. Ik vind deze echt een beetje cheapy voelen of zo. Terwijl die ook niet eens heel goedkoop is van zichzelf. Die andere voelt enorm chic, maar dat is niet waarom ik hem moet gaan nemen. En deze, ik wil er echt wel één houden in ieder geval. Deze scheelt toch €30 met die andere. Deze is €40. En dan ga ik gewoon deze lekker houden. Dus ik vind hem ook makkelijker te combineren. Ik heb nu al zin om hem aan te doen. Ja. En ik had trouwens niet verteld. Ofwel, dat ik dus alleen ben dit weekend. Rup is net vertrokken. Net was hij er trouwens nog gewoon. Naar de Ardennen. Waar ik normaal ook weer naartoe ga. Heb ik al 2 keer gevlogd. En ik heb besloten om lekker thuis te blijven. Dus ik heb lekker een weekend voor mezelf. Oké, dan ga ik nu even kleren aan doen. En naar de... En ik ga eerst even dit allemaal dicht tapen. En dan naar de Action. Toch voor mijn fluffy jas, dat dit eigenlijk veel sloeberiger staat. Ja, veel erger. Ik heb, weet je waarom dus? Ik heb dus zo lang nu niet gesport en ik deed een tijdje elke avond squats, maar daar ben ik mee gestopt. En ik keek net in de spiegel en ik schrok gewoon van hoe plat mijn bil was. En als ik dan zo'n korte groene jas aan heb, dan heb ik zo'n lelijke bil, dat ik me lekker, dat is deze jas eigenlijk groot, verberg in deze lekkere jas. Dus, lekker sloeber outfit. Doei Noah! En ik ga nu dus een Action shoplog op zoek naar spullen voor een Action shoplog. Nee, ik vind het ook gewoon echt leuk om naar Action te gaan. En sushi halen. Maar ja, oké, nu ga ik echt. Tot ziens. Ik voel mij niet lekker. Ik ben kots en kotsmisselijk. En ik heb in de Action mijn sushi besteld. Maar op dit moment ben ik echt, ik moet echt overgeven, zeg maar, zo misselijk ben ik. Ik weet niet wat er is. Ik ben ook helemaal moe en futloos niet normaal. Ik moet echt even wat drinken of eten misschien. Of ik ben gewoon heel moe. Ik weet het niet. Echt kortserig en zo. Niet chill. Maar het was heel leuk in de Action. Ik was mijn camera vergeten. Super stom. Maar ik heb best wel veel gekocht. Ik ga niet zeggen hoeveel. Ik schaam me. Ik schrok een beetje van mijn bedrag. Ik begon dus zeg maar met
Ik wil echt geen troep kopen, maar ik begon met echt grotere dingen. Dus ik heb echt een kapstok, ik heb een lamp, een fotolijst. Ik heb echt hele leuke dingen. Ik moet wel zeggen, als ik weet dat ik een video ga opnemen, ga ik wel iets meer los. Omdat ik dan gewoon denk, oh, dit is zo leuk en ik wil het ook aan jullie laten zien. Ik heb me nog wel ingehaald, want ze hadden echt heel veel leuke dingen. En ook hele leuke schattige maskertjes. Maar normaal zou ik er dan echt meteen heel veel kopen van één. En dat heb ik dan niet gedaan. Maar kijk, hier staat het allemaal. Ik ga nu mijn sushi ophalen. Over 10 minuten is het klaar. Misschien is het nu al klaar, dus ik ga nu naar binnen. En ik weet alleen niet zeker of ik een mukbang ga opnemen. Want ik ben een beetje inspiratieloos. Dus misschien doe ik een mukbang in de vlog, zeg maar. En ik werd zo geïnspireerd door woninginspiratie dingetjes. Dat je leuke kapstok, leuke plank. Dat ik ineens dacht, oh ja, we wilden een nieuwe bijzettafel. Want die zou pas in maart weer verkrijgbaar zijn. Toen was het december. Dus ik ging kijken op IKEA in Amsterdam. Kan je kijken of het er nog is. En hij is er weer, die zwarte. Toen dacht ik, het is leuk voor Ruup als hij thuis komt. En ik heb de lijsten opgehangen. En ik heb meer leuke dingetjes voor in huis. Een beetje schoongemaakt. En dat ik dan die bijzettafel heb. Want we ergeren ons heel erg aan onze oude. Dus ik ga hierna nog even naar de IKEA doorrijden. Alleen ik ben dus heel moe. Maar dan misschien morgen, weet je. Susanna komt morgen. Dan kunnen we misschien samen een beetje dingetjes in huis doen. Dat vindt ze denk ik ook wel leuk. Dus. Oh, maar morgen wilde ook sushi. Nee, hoeft niet. Dus, oké. Kijk. Maar jullie hebben wel de video trouwens al gezien. Weet je wat ik ga doen, jongens? Ik ga nu de vlog afsluiten. Want volgens mij is hij hartstikke lang. En als er nog een mukbang achteraan komt, wordt hij veel te lang. Dus ik sluit hem nu voor jullie af. Dus jullie zien volgende week een vlog die begint met een sushi mukbang en een huis met action spullen en IKEA en superleuk. Dus dan heb je wat om naar uit te kijken. Ik zie jullie volgende week. Bedankt voor het kijken en vergeet geen duimpje omhoog te doen. Doei!